Op vrijdag 29 juni werd Hans van Baal uit Mil benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit gebeurde ter gelegenheid van het 12,5-jarig bestaan van het Senioren Hobbycentrum in Mil. Uit handen van burgemeester Antoine Walraven ontving Hans de bijbehorende versierselen bij deze koninklijke onderscheiding. Ja, iedereen is vroeg en we hebben gasten. Zelfs 12,5 jaar is aan het college niet voorbij gegaan. Dus die komen ons feliciteren en we zaten alleen nog maar op jou. Ga zitten. Mijn? Ja, jij bent ook bestuurslid. We hebben, dames en heren, de secretaris en Tom Kort, penningmeester in ons midden. En ik denk dat ik maar meteen het woord geef aan de burgemeester. Dat is onze hoogste gast, burgervader van de gemeente. En weet alles van iedereen. We zullen het horen. Nou, allemaal van harte welkom. Leuk dat jullie hier allemaal zijn op deze zonnige vrijdagmiddag. Vooral vrijwilligers hier van het Senior Hobbycentrum. En vandaag inderdaad, werd net al aangekondigd, 12,5 jaar bestaan. En ik had begrepen, beste Hans, jij zit hier voor me, van onze Nelly, dat jij ons ook had uitgenodigd. Want, het hele college is dan ook aanwezig. Het is natuurlijk ook een heugelijk feit. Wij zijn goede buren, hè? Dus... maar dat is ook, kijk eens, het hele senioren hobbycentrum loopt uit, zoals je ziet. Maar tijdens deze feestelijke dag, Hans, misschien is het goed als je wil eventjes en samen eventjes om naast mij te komen staan. Want ik wil ook, Hans, jou tijdens deze speciale dag graag eventjes in het zonnetje zetten. Je was van 1974 tot 1982 jeugdvoorzitter en bestuurslid van de voetbalvereniging Dioza, zeg ik dat goed of niet? Ja? In je toenmalige woonplaats Balgooi. Daar herinneren ze nog steeds de door jou georganiseerde vleesbingo. Je mag daar uitleggen wat dat precies inhoudt. In 1990 ben je begonnen met het opzetten van een nieuwe structuur met verschillende commissies bij... Mico 76, de Milse Korfbalvereniging. Sinds 2004 ben je een uitstekende en nauwgezette penningmeester van de Katholieke Bond van Ouderen. Met je jarenlange ervaring, kennis en stimulerende houding in het verenigingsleven ben je voor de KBO, MIL en de andere KBO-afdelingen een niet te missen kracht. Verder zat je ook in de redactie van de SWOM. In 2004 ben je begonnen met het opzetten van een senioren hobbycentrum in Mil. Achterliggende gedachte en doelstelling voor het centrum is dat mensen na hun arbeidsverleden contact blijven houden met anderen in een sociaal-maatschappelijk klimaat, zodat zij op oudere leeftijd niet vervallen in eenzaamheid of zich buitengesloten voelen. Hans, jij was en bent dagelijks zeer actief in het leggen en onderhouden van contacten om subsidies en sponsoren te werven. Wat onder andere in 2006 leidde tot een bezoek van de toenmalige prinses, de huidige koningin Maxima. En dat was vanuit het Oranje Fonds. Een indrukwekkend cv, Hans. En deze jarenlange inzet kan worden gekwalificeerd, zoals ze dat noemen, als iemand die zich geruime tijd... ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Daarom, beste Hans, en dan word ik altijd formeel, geachte heer Petrus Johannes Matthäus, is het voor mij een grote eer u te mogen mededelen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Graag jullie applaus. En daar horen de versierselen bij. Het gaat meestal goed, dus ik zal het goed even... Even opzij. Oh, ja, mag het zo? Ja, de papa. Nee, niet. En dan hebben we natuurlijk, want zonder ruggensteun thuis kun je niet tot zo'n indrukwekkend cv komen. Dus ook jij hartelijk bedankt. Je mag meevieren in de feestreuzen en voor jou een prachtig boeket bloemen.
En help je het seniorenhobbycentrum aan de juiste teamleiders en beheerders. En niet te vergeten al die wensen, soms eisen, die je moest inwilligen van bestuurders. Ik stond daarbij zeker niet op de laatste plaats met vragen. Teamleiders, beheerders en deelnemers, soms met soms heel tegengestelde wensen, waar jij altijd weer een mouw aan moest zien te passen of moest bemiddelen. In ieder geval, jij hebt je jarenlang ingezet als vrijwilliger. En ik dacht dus meteen naar jou, Hans, om me toch in te zetten en te kijken of ik dat kon realiseren, die koninklijke onderscheiding. Ik ben formulieren gaan downloaden, ik ben het een en ander op papier gaan zetten en ik was daar druk mee bezig toen ik gebeld werd door Ton Ermers. En die had waarschijnlijk hetzelfde idee. Die werd ook voorzitter van de PR-commissie. En de PR, dat hebben we al gehoord, was echt zijn ding. Die deed onderzoek naar de sponsoring, het ledenverloop en maakte plannen om Mico meer financiële ruimte te geven en gezond te houden. Zowel op het gebied van financiën als het ledenaantal. Belangrijk hierbij was de teamsponsoring en de reclame worden. Actief op zoek naar sponsors was Hans niet vreemd. Begin jaren 70 kwamen Hans en Mariet wonen in Ballegooi. Helemaal uit het kleine dorpje Kerk-Avezaal. De tijdste van ons, Hans, hè? Nu wordt tegen voetbal. Harde club, hè? Gestaakt was de wedstrijd, geloof ik. En als je in Ballegooi erbij wilt horen, word je lid van de harmonie, korfbal of voetbal. En ja hoor, Hans kwam al snel bij de Joza voetbal. Hans nam sportclub Joza proficiat met de koninklijke onderscheiding. We gaan twee dingen tegelijk doen. Lang zal de leven, lang zal de leven, lang zal de leven.